Op 11 juli 2016 is een ontwerp tot wijziging van het BOR, het besluit omgevingsrecht, aangeboden aan het parlement in het kader van de voorhangprocedure. In dit vlog zal ik vertellen welke wijziging van het BOR dit is, wat de achtergrond daarvan is en hoe het vervolgtraject nu verder gaat. De wijziging ziet namelijk op VTH, de verbetering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat is een heel traject geweest en dat is ook laatst heeft dat geresulteerd in een wijziging van de WABO door de wet VTH. Dat is een paragraaf 5.2 aan de WABO, die is veranderd en is uitgebreid en dat is in april 2016 in werking getreden. In die paragraaf 5.2 van de WABO staat dat er heel veel nog moet worden uitgewerkt bij ANVB. En dat gebeurt dus nu in het besluit omgevingsrecht waarvoor een ontwerp is aangeboden. De wet VTH ziet op het verbeteren van de vergunningverlening, toezicht en handhaving. En daarbij is vooral van belang dat het idee is dat dat samen wordt gepakt met alle uitvoeringsinstanties. En dat er bepaalde taken in ieder geval bij de omgevingsdiensten komen. En die taken zien dan in het kader van milieu, de vergunningverlening en de handhaving. Nou, daar zijn drie onderwerpen uit te lichten in het kader van de wijziging van het BOR. Het eerste ziet op welke taken dan in ieder geval naar de omgevingsdienst moeten. Dat betekent dat er dus een bepaling in de WABO staat dat er bevoegd gezag ligt bij, nou, in beginsel bij BMW van de gemeente, maar het kan ook GS zijn. Maar dat zij dus bepaalde taken sowieso door omgevingsdiensten feitelijk moeten laten uitvoeren. Die taken zijn nu aangewezen in dit BOR en die volgen ook op een package deal in 2009 is gesloten tussen het Rijk, IPO en VNG. Met welke taken in ieder geval door deze omgevingsdiensten moeten worden uitgevoerd. Die taken waar het om gaat is het voorbereiden van de vergunningverlening voor milieuonderdelen. Dus dat ziet op de vergunningplichtige inrichtingen, maar dus ook de grote installaties zoals de IPPC-installaties of de BRZO-inrichtingen. Dat ziet op het eventueel vaststellen van maatwerkvoorschriften voor die inrichtingen of een gelijkwaardigheidsbepaling, bijvoorbeeld op basis van het activiteitenbesluit. En in het kader van toezicht en handhaving ziet het dan op de toezicht van die activiteiten, dus die vergunningverlening. Of daar men zich houdt aan een vergunningvoorschrift of men zich houdt aan een vergunningplicht. Op die maatwerkvoorschriften, maar ook nog op een aantal specifieke bepalingen uit het activiteitenbesluit. Dus die rechtstreeks gelden zonder vergunningplicht. En waarvoor de omgevingsdienst ook moet kijken of het wel op de juiste wijze wordt nageleefd en eventueel over te gaan tot het voorbereiden van handhavingsbesluiten. Die specifieke onderwerpen uit activiteitenbesluit zijn 50 onderwerpen, of zelfs iets meer, dus die ga ik allemaal niet noemen. Maar je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld regels over vuurwerk, over het maken van betonmortel, over het in werking hebben van bepaalde windturbines, over het hebben van bepaalde landbouwhuisdieren, in ieder geval van alles. Dus daarvoor moet je ook het BOR erbij pakken, althans de bijlagen bij BOR waarin dat staat opgesomd, om te kijken welke taken bij de omgevingsdienst horen. Nou, in de praktijk wordt dit al veelal gedaan, maar hiermee wordt dus nu een wettelijke grondslag geboden. Naast deze specifieke taken van omgevingsdienst is ook afgesproken dat de grotere industrie in Nederland, dus de IPPC en BRZO-inrichtingen, en IPPC alleen categorie 4, dus de meer de chemische sector, dat moet worden gedaan door 6 specifiek aangewezen omgevingsdiensten, de BRZO-omgevingsdiensten, en ook die staan aangewezen in een bijlage bij dit BOR. Tweede punt ziet op het hebben van uitvoerings- en handhavingsbeleid. Dus de betrokken bestuursorganen moeten ook zorgen dat ze een bepaald handhavingsbeleid hebben en daar ook prioriteiten in stellen. En bijvoorbeeld ook hoe ze omgaan met vergunningverlening. Nou, dat is er over het algemeen ook al, maar ook hiermee wordt dus gezegd, je moet dat hebben en je moet zorgen dat daar een bepaalde onderdelen in staan. Het derde belangrijke punt wat met deze wijziging van BOR wordt geregeld is de instelling van inspectie view milieu. Dat is een informatieuitwisselingsprogramma dat ook al bestaat, maar nu wordt er een wettelijke basis gegeven. En er wordt aangegeven dat de betrokken organen daar ook echt bij moeten zijn bijgesloten. Want in de wet, die wet met de VTH, paragraaf 5.2 van de WABO, daarin staat dat de betrokken organen in ieder geval informatie moeten uitwisselen. Bestuursorganen onderling, dus bestuursrechtelijk toezicht, maar ook strafrecht, dus ook het Openbaar Ministerie. En in deze wijziging van het BOR staat dat je in ieder geval aan die verplichting voldoet als je bent aangesloten bij inspectie viel milieu. Op deze wijze kunnen dus de organen onderling informatie vergaren.
En dat kan prettig zijn voor een bedrijf, omdat er dan niet continu dezelfde vragen worden gesteld. Maar het kan natuurlijk ook in je nadeel werken, omdat er een heel overzicht wordt gemaakt en dat het mogelijk tegen je wordt gebruikt en er misschien intensievere handhaving volgt of intensiever toezicht. Nou, dat zijn de drie belangrijke onderwerpen die met het ontwerpbesluit van BOR worden geregeld. Het vervolgtraject is dat het nadat het nu bij de Kamer is aangeboden, advies wordt gevraagd aan de Raad van State. Dat zal op z'n vroegst gebeuren in oktober. Nou, afhankelijk van hoe snel de Raad van State het doet, zal dan de inwerkingtreding volgen. Nou, de inwerkingtreding is volgens de ontwerpnota van toelichting voorzien op 1 januari 2017. De vraag is of dat zo snel gaat gebeuren, maar het is in ieder geval de bedoeling van de wetgever om het dan zo snel mogelijk daarna in werking te laten treden. Dat ziet wel op bepaalde onderdelen, want bijvoorbeeld de verplichte aansluiting bij Inspectie Viel Milieu. Daarvan is gezegd dat het de bedoeling is om dat 1 januari 2018 in werking te laten treden. Dus nog even afwachten hoe uiteindelijk het definitieve besluit eruit komt te zien en welke inwerkingtredingsdata daaraan vasthangen.